Maar ik vind het al super chill hoe deze werkt. Het ziet er ook al heel mooi uit. Hey, Lijk, kom weer bouwen. Ja, jongen, ik kom bouwen, jongen. Dus wat we hiermee gaan doen, is gewoon een druppeltje houtlijn. Deurtjes gaan open. En het pootje komt er mooi uit. Ja, een beetje balen wel. Maar een keertje lekker op tijd naar bed is ook wel fijn. Goedemorgen, leuk dat jullie allemaal weer kijken. En vandaag hebben we een vlogje in het Nederlands. We zijn in de werkplaats. Vandaag gaan we verder met het landingsgestel van de F-35B. Zoals jullie weten ben ik de A-variant en de B-variant aan het maken. De A-variant helemaal in composite. Gisteren hebben Ingmar en ik alles in de glassloppers snippers gedaan. Dus dat ligt te drogen en daar gaan we vanmiddag mee verder. En deze ochtend staat vooral in het teken van het doorontwikkelen van het hoofdlandingsgestel. En deze moet ook gaan werken met een lineair actuator. Nou, ik vind het al super chill hoe deze werkt. Het ziet er ook al heel mooi uit. Alle onderdelen zijn resin geprint met de Formlabs. Ja, dat gaat echt fantastisch. Dus dit principe met het lokken van het hoofdlandingsgestel, ze noemen dit een drag brace. Dat ga ik ook toepassen in het hoofdlandingsgestel. Dit is het eerste prototype wat ik heb gemaakt. De schaal 1 op 8. Lockingmechanisme en het draaimechanisme, dat werkt echt fantastisch. Maar nu moet ik hier een lineaire actuator tussen frotten. En daar heb ik dit voor bedacht. Dus hier gaan we dadelijk mee verder. De Formlabs is nog bezig. Een half uurtje met het laatste onderdeeltje. En dan gaan wij hem testen. Maar voor de kenners onder ons. Er zit nu na het waxproces zit er nou een zwarte gelcoat op. Gelcoat laten we dan ongeveer een half uurtje rusten en dan leggen we deze gechopt glas op. Vanochtend heb ik dit allemaal al weggezogen, het overtollige. Dus we gaan straks met de spulletjes van HP Textiles gaan we dit verder lamineren met lei. Nou, ik heb hier in het tekenprogramma het landingsgestel van tevoren getekend. Ik teken graag in Fusion en in SolidWorks. En volgens de theorie en volgens het mechanisme zou het moeten werken. Ja, dat is echt ongelooflijk cool en ik hoop echt dat diezelfde lineaire actuatoren van JP werken. Dan hoef ik maar één en al dezelfde set te bestellen. Onder sommige onderdelen zijn aluminium gefreesd. Maar voor de prototype gebruik ik nou de Formlabs. Want daar ben je gewoon heel snel mee en dat ding is echt super accuraat. Ik heb er onwijs veel zin in, dus dit ziet er al erg gaaf uit. Nou, de reden waarom ik deze vlog in het Nederlands hou, ik kijk toch een hond in het Engels naar mijn vlogjes. Alleen de vliegvideo's die worden echt miljoenen keren bekeken. Alleen de vlogjes, daar kijkt toch eens een mens naar. Dus ik kan het beter in het Nederlands gaan houden en mijn Engels is toch super belabberd. Dus ik dacht dat de Engels het bereik groter zou zijn, maar dat is helemaal niet waar. Je doet het gewoon lekker op zijn gemak, op zijn Nederlands. Nou, laat eventjes een comment achter in het comment gedeelte of wat je van dit ideetje vindt om een paar vlogjes in het Nederlands te doen. En jongens, we gaan het gewoon zien. Ik doe het gewoon. Nou, misschien vind je het heel leuk om een klein rondje door de werkplaats te doen in het Nederlands. Ik ben gruwelijk fan van Formlabs. Het is gesponsord. We kunnen allerlei soorten materialen mee printen, van siliconen tot ultra-tie resin, tot hittebestendige resin, tot draft resin. Voor het hoofdlandingsgestel vandaag print ik alles in draft. Want dat is echt wel een stuk goedkoper. Een flesje van de liter kost €130, maar die ultra-tie kost al gauw €400 voor een flesje. Wat helaas niet gesponsord is. Nou, dit is het wasstation. Dit is echt super briljant. Wat je dan doet, hè, na het printen, gooi de bouwplaat en product al erin. En dan wordt het gewassen in isopropanol. En als het eenmaal na 20 minuten gewassen is, dan gaat het in het curingstation. Dus gewoon UV-licht en hoge temperatuur. Nou, ultra fan van de Bamboo Lab. Snelle printer, maar voor foaming filamenten is het gewoon echt een hele briljante strakke printer. Dus ik gebruik de Two Trees en de Bamboo Lab voor foam filaments. En dat zijn mijn prototype printjes van Longer. Ja, ik kan wel vooruit zo.
Nou, mega fan van X-Tool. Ja, laserapparaat, diode 40 watt. Werkt vrekken snel. Afzuiging met een filter ertussen. En we hebben dat handheld moduletje om supersnel te graveren. En uiteraard een leuk Alcident rookafzuigertje. Oh ja, en Colorfab. Dat is onze hoofdsponsor. Nou, dit is onze industriële printer. Dit is de Modix Big 60. Ja, gewoon een cube printer. Je ziet ook echt gewoon een bizar grote rol op zit. En hier maken we ons mallen mee. Dus eigenlijk zijn alle plugonderdelen zijn geprint. Die hebben we voor ons strak gemaakt. En na het strak maken doen we de detaillering op. Kleur maakt toch geen reet uit voor een plug, want het gaat om de negatieve kopie. De bovenzijde is ook klaar. Er zit nou voor 2 mm aan glasmat dikte op 300 grams. Dus dat wordt wel sterk. Dus ja, ik zou zeggen, kijk het filmpje gerust uit. Want ik hoop dat we einde van het filmpje, dat we dit compleet in het glas hebben zitten. Nou, weer terug naar de RC Jetprint model. Maar moet je zien, hoe vet. Zelfs de onderste deurtjes, die zitten met elkaar verbonden. En samen met het hoofddeurtje. Dus als ik deze dicht doe. Oh, dat heb ik ook gelijk getest. Het blijft gewoon heel. Strak of niet? En we hebben ons intrekbaar landenstel. Nou, dit is een prototype. Hier ben ik nog wel een halfjaartje zoet mee. Maar hij wordt wel echt super, super vet. Oké, jongens, ik heb hier alles voorbereid. We gaan de deuren inbouwen. We gaan het middenstuk van de cockpit gaan we assembleren. Dit is foaming filament. Verkrijgbaar bij Colorfab. En ik vind die grijs echt gewoon fantastisch. En ja, laten we gewoon gaan starten. Niet te veel ouwe hoeren. Kijk, ik heb het eventjes simpel afgetekend. Dan weet ik tenminste waar ik de lijm kan plempen. Dus ik denk dat dit wel moet werken. Oké, laten we doorgaan. Nou, is het vast. Dit is trouwens wel een leuk smerig goedje. Ik heb natuurlijk een stuk of 10 van deze bussen staan. Maar wat je eigenlijk doet, is de lijm, de secondenlijm, activeren. Dus je brengt het product aan. En als je denkt dat hij goed zit, nou, dan kwak je gewoon een beetje van dit spul op. En dan zit het gewoon vast. Kei geweldig. Nou, dan gaan we kijken hoe we deze erop gaan krijgen. En we gaan de deurtjes erop zetten. Nou, dit is trouwens wel een leuke samenwerking tussen VGM Aviation en RC Jetprint. Dus we hopen dit toestel ergens eind dit jaar er ook op te zitten. Er is nu een kleinere variant online. Maar deze wordt echt
super, super gaaf. Nou, dit ziet er al heel goed uit. Dat is mooi. Als het goed is, past deze er mooi in. Ja, briljant. Dus wat we hiermee gaan doen, is gewoon een druppeltje houtlijm. En hier doen we een klein beetje sappengap in. Flatsen we deze erop. En de uitlijning is gewoon weer fantastisch. Hartstikke idee. En hij zit. En hij zit goed. Een briljant onderdeel, echt waar. Oké, gaan we door naar het volgende. Dus wat ik nou ga doen is alle spullen hier uithalen. Het is toch maar een prototype en dat ga ik vervolgens hierin bouwen. Het ziet er echt heel super vet uit. Kijk, dit is het verschil. Met en zonder details. Ik heb zelfs de tankkleppen erop gezet. Dat is echt waanzinnig. Nou, in de tussentijd is de formaps klaar. Kan ik je even laten zien hoe het werkt. Nou, het printje is zo te zien gelukt. Vinkje. Deze gooien we open. En ondertussen kunnen we hem eruit halen. Ja, dat ziet er wel echt heel mooi uit. Nou, eigenlijk heel simpel. We zetten deze hierin. Deze doen we zo gauw mogelijk dicht, want het is UV gevoelig. En we gaan hem even kijken. 20 minuten wassen. Daar gaat hij. Mooi, mooi, mooi. Dus in de tussentijd gaan wij hiermee verder. En ik hoop dat we echt dadelijk deze verder kunnen assembleren. Kijk, je mist daar een klein onderdeeltje. Om te verbinden met de drag brace. Dus daar zit ik nou op te wachten. Nou, vind je dit tot nu toe een leuke vlog? Geef alsjeblieft een duimpje omhoog. Want ik kan wel wat volgers gebruiken om dat wat meer fulltime te gaan doen dit. Ik vind het in ieder geval hartstikke vet en een heel stuk leuker om mijn vlogs in het Nederlands te doen. Nou, dit werkt ook al hartstikke mooi. Je hebt maar één microservo nodig om deze deurtjes open en dicht te krijgen. Ik wil echt servo's besparen en bekabeling uitsparen om gewicht te besparen. Alles moet natuurlijk zo licht mogelijk omdat dit ding verticaal opstijgt, net als deze deuren. Dat werkt eigenlijk ook op één cordless servo. Ik weet niet of je hem kan zien. Maar hij zit helemaal daarachter. Maar dit werkt al super vet, joh. Dus, we gaan nog even door. Nou, fantastisch. Deze is ook klaar. Het briljante aan deze bouwplaat, zoals ze het noemen, is dat hij flexibel is. Zie je? En dan valt het er gewoon uit. Nou, dit laten we even drogen. Dat onderdeeltje dat maken we dan heel. Ja, we moeten even droog blazen met perslucht. Nou, dat hebben wij voor onze vrienden van HBM. Helemaal mooi. Droog. Dus kan die mooi de oven in. Ja, echt super, super, super strak onderdeel.
Dus die kan mooi een uurtje bakken. 60 minuten, 60 graden. We gaan ervoor. En deze kan weer dicht, want anders dampt heel het hok naar de IPA. Deze laat ik nog eventjes uitwassen. Nou, de volgende stap. Servo's. Deze gaan we dus gebruiken voor de neuswieldeuren. Oké jongens, ik heb hem in elkaar gezet. Elektronica zit erin. Dus testen die hap. Deurtjes gaan open. En het pootje komt er mooi uit. Dit is fantastisch. En je ziet echt dat hij hem heel mooi vergrendelt. Echt super schaal. Eigenlijk zou ik dit ook moeten wit spuiten. En misschien deze wanden ook dichtmaken. Dan hebben we gewoon een gesloten bak. Ja, dat is echt 10 keer mooier. Oké, dicht maken. Of het inklappen van de neuslandingsstel. Die gaat ook lekker. En dan gaat het mooi dicht. Oké, we maken een klein sprongetje in de tijd. Ondertussen heb ik al de liftfan deksels al af. De bodemdeurtjes heb ik al af. Dit zat er mooi in elkaar. En hier hebben we al een stukje van de liftfan module. Maar wat ik voor jullie wil laten zien, is mijn eerste poging van het hoofdlandingssysteem. Hij is bijna in orde. Ik ben er nog heel blij mee. Maar ik ga jullie laten zien wat hij doet. Even kijken. Nou, dit lijkt al heel aardig te gaan. Hij valt ook mooi, mooi in het slot. Dus hier ben ik al heel blij mee. Uitklappen. Dat gaat ook vrij soepel. Alleen nou zie je het. De drag brace die moet eigenlijk 180 graden lokken. Want anders lokt hij niet. Kijk, want zo kan hij nog naar binnen vouwen. Als deze gelokt wordt, kijk, dan zit hij muur vast. Dus wat ik moet doen, is dit onderdeeltje, dat ga ik aanpassen. Dat deze een millimeter of twee verder naar achteren staat. Waardoor hij iets meer travel krijgt om dit laatste stukje dicht te vouwen. Dus laten we dat gaan proberen, maar het ziet er al best wel cool uit. En ik denk wel dat dit gaat lukken. Dus we moeten nog eventjes aan de slag om hem aan te passen. Draai hem maar, Thomas. Helemaal open, open, open. Ja, meer. Dit is wel gaaf, hè? Ja, heel mooi. Andere kant op. Meer. Ja. Nou, het landingsstel is bijna goed. Hey Lij, kom je bouwen? Ja jongen, ik kom bouwen jongen. Best crew ever. Ja, natuurlijk jongen. Nou, wij gaan vanavond lekker bouwen hè, Julia. Patten. Ja, dat is om voor dingen open te maken. Oh, kijk. Zo'n ding, kun je gewoon printen. Dat is zo'n klem met van die haken op. Oh, dat is wel gek. Dan heb je een pak en dan kan zij hem ook open. Gaan we doen. Ja, dit heb ik vandaag in elkaar geflanst. Dus de panel lines en de decals zitten erop, de deuren zitten erin, alles werkt al. Maar dat zullen we dadelijk wel naar de knakworstjes wel even testen. Netjes hè? Dat ziet er goed uit, kijk, dit is de camera. Ja, kunnen we mooi een FPV cameraantje kwijt, letterschop. Kijk, dit is echt gewoon super saai. Gewoon helemaal glad. Ja. En nou, dit komt echt helemaal mooi tot leven met al details. Echt wel. Hier de tank. Om air-to-air viewer te doen. Oh ja? Ja. Hier, deze heb ik ook gedaan met alle paneellijntjes. En deze. Nog een schuur ervan. Ja, met lichtjes gedaan. Wat wordt hier gespoten? Nee. Trappenlak. Trappenlak blanco. Blanco, ja. Nou ja, we gaan in dit filmpje demonstreren hoe makkelijk het is om de tank te wisselen. Ja. Nou,
dopje dicht. Je trekt de tank er gewoon uit. Ja, die zet je op zijn kop ergens neer. Op zijn kop? Ja, want daar kunnen we dan mooi dat dopje erop zetten. Dit is de zwarte, de nieuwe. Ja. Die steek je er gewoon in. Alles is goed? Ja. Die mag pas... Ja, dat is goed. Nou, dan mogen we de resin-tank wisselen. Dat is echt geniaal dit. Die trekken naar achteren. En die gaan we in de... malen tank zetten. Dekseltje erop. En die zetten we dadelijk in de kluis. Nou, dan pakken we de tank met de zwarte resin. Dus dekseltje eraf. Super. En er zit een zeefje in. En die wordt door middel van magneten wordt heen en weer gezeefd. Dus die kunnen we erin doen. Nou, en naar achter duwen. Dat hij maar kent. Ja. Dat zegt hij ook, hè? Black V4 tank installed. Ja. Super. En dan kan hij dicht. Nou, dan gaan we dat dadelijk naar het eten doen. Deze gaan we even wassen. En dan is ook meteen de bouwplaat schoon. En dan hebben we gelijk onze onderdeeltjes. Super chill. Deze, waar moet je naartoe? Ja, dan mogen we dat rode dopje erop zetten. Dat oranje dopje. En dan zetten we hem bij de rest van de resins. Nou, super makkelijk toch? Dat was het. Geen gedoe met handschoentjes en vuile resin gekroei. Bah. Prachtig. Thijs, zijn we er klaar voor? We gaan hem helemaal met... Kom maar op met dat spul. Ja, we gaan dus eerst epoxy verdikken, dichtsmeren. Daarna gaan wij de hoekjes opvullen met verdikt hars. En daarna gaan we de glasmat opgooien. Let's go. Zullen we van 200 aanmaken? Ja, zeker. 200. 200 komt eraan. Zo, 200 gram. Deze is 1 op 40. 1 op 4. Dus 50 gram komt erbij. 250. Ik vind dat te veel. We gaan eens even met 100 beginnen. Had een beetje reserve voorraad bij de hand. Ja. Oké. Okay. Ja. Dan gooi je er 40 bij. Helemaal goed. En nou pakken we de hars en een poeder. Zo. Even roeren. Kom. Nou, echt een klusje voor jou, hè. Ik zie het gewoon, je vindt dat geweldig. Kom lijken.
Maar helaas is de epoxy op. Dus we hebben 3 lagen aangebracht. Het ziet er wel heel erg netjes uit, dus lekker gewerkt lei. Ja. En wat we nou gaan doen is een pauzelaag aanbrengen. We maken daarvoor gebruik van peelply. En dit hecht niet met de epoxy, dus je kunt het ernaar afschuren. En het geeft een heel ruw oppervlak, waardoor de volgende lagen ook weer goed gaan hechten. Ja, een beetje balen wel, maar een keertje lekker op tijd naar bed is ook wel fijn. Nou, ik hoop dat jullie het een beetje leuk vonden om een dagje mee te kijken. Nou, dit is eigenlijk hoe het werken gaat. Lange dagen draaien, heel veel lamineren, heel veel testen. En aan het einde van de dag gaan we gewoon lekker een biertje drinken, of niet, Lei? Proost, jongen. Zo is het. Nou, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Duimpje omhoog. En als je nieuw bent op dit kanaal, graag abonneren. Want dan kunnen we nog meer van dit soort video's maken. En als je helemaal niks vindt in het Nederlands en je wilt toch weer het Engels, ook prima. Maar laat het weten in de comments. No problem. Lekker man, Budweiser. Ja. Later. Peace.